Het Rotterdamse kinderkoor Prettig Weekend presenteerde gisteravond in Las Palmas op de Kop van Zuid een cd vol met EK en oranje liedjes. Aan de cd werkte niet alleen het 100-koppig kinderkoor mee, maar ook grote namen als de Hermes House Band, de Deurzakkers en Anthony Kamerling. In een bomvol Las Palmas was het Vaas Wilkers die de eerste cd van het kinderkoor in ontvangst nam. En daarna was het zingen geblazen. Prettig Weekend liet enkele nummers van de cd horen. De opbrengst van de cd gaat naar UNICEF, die er een waterproject in Ghana mee ondersteunt. Het lukt dirigent Kees Verhaar iedere keer weer dat grote namen belangeloos meewerken aan zijn cd's. En dan de hamvraag, wat gaat Nederland doen op dat EK? Ja, als ze niet kampioen, als ik ervan uitga dat ze niet kampioen gaan worden, dan ga ik ook goed kijken. Ik ga ervan uit dat ze kampioen worden. Nederland is wel een ploeg die groeit in een toernooi en dat verwacht ik nu gewoon weer. En jouw cd zal het niet liggen? Aan mijn cd zal het, ja, voor de cd-verkoop is het nog even prettig als we de finale halen.